Waarom heb je zo'n saaie kleur uitgekozen? Deze auto's die worden straks ingezet bij het middelmanagement van Porsche. Dat zijn allemaal hele degelijke mensen. Nee, ik vind saaie kleur. Daar is dan een gouden. Morgen, ik zal even in de microfoon praten. Morgen hebben we als goed de Cayenne Turbo. Dat is in ieder geval een ander. Dit is de Cayenne S. Maar even rustig aan beginnen. Hè. Dit kan allemaal, hè? Wij zijn professionals. Wel een mooie omgeving. En het schijnt dat we nog 40 minuten zonlicht hebben. Dat was toch weer 2 vingers. Per uur. Dus dan hebben we nog 3 vingers. Ik weet het niet meer precies. Ik heb nooit met padvinders gezeten. Ik dacht 2 vingers en je denkt, jij gaat heel iets anders vertellen. Maar dat maakt niet uit hoor. Hey, doei. Hij is warm. Het is tijd voor launch control. Kijk eens niet of hij echt launch control doet zo. Wel hard, dit is een Cayenne S, hè? Dus dit is nog niet porno Cayenne Turbo. 4,9 seconden naar de 100. Waar zijn we eigenlijk? Waarom zijn er zo weinig mensen op de doorgaande weg? Het is zondag, dat is belangrijk denk ik. Creta, maar het zijn inderdaad echt totaal geen ander verkeer. Bijna niet. En als je andere auto's ziet rijden, is Youngtimer hier erg populair. Ik hoor piepende banden. Ik denk dat een andere journalist achter ons rijdt. Oh, die gaat gewoon hier inhalen. Youngtimer, kijk. Nog meer Youngtimers in het dorp. En heel veel borden. We moeten hier links van de borden langs. Het is wel een soort wijk waar we misschien de deuren beter op slot kunnen houden. Ik doe aan jouw kant open, ja. Nee. Laten we anders daglicht en een turbo regelen. Er is weer daglicht. Ja, lekker hè. En de auto is gewisseld door Cayenne Turbo. Tanden zijn gepoet. Je shirt is gewisseld. Oh ja. En er is geen asfalt meer. Asfalt is op. Een soort rally station. Challenge accepted. Kijk, die meneer voor ons die rijdt wel gewoon stapvoets naar boven. Zou dat de bedoeling zijn? Die droog is, waar dit gewoon met een normale auto ook doet. Een normale huurauto. Een normale huurauto, ja. Goed bewaard geheim tijdens de offroad. Dat het wel goed is om af en toe even goed snelheid te houden. En dat is natuurlijk wel waar. Als je zo'n weggetje, stel je rijdt hierin met je vrouw of je vriendin. Of je vriend of je man naast je, dat je spijt hebt. Nee, maar dan gaat diegene naast je gaat toch meteen piepen van joh, dit is niet handig, dit kan niet. Hé, hey, ik denk op de caravan! Zou je... Oh ja, kut. Ja, nee, die... Heb ik altijd nog gezien in mijn spiegel. Ik weet niet, zou er iemand van onze reguurders... Iemand met een Cayenne kennen die ook een caravan met caravan op vakantie gaat. Ik heb nog nooit een Cayenne met een caravan erachter gezien. Zet even een foto op Autojunk. Ja, foto op Autojunk. We gaan nu even de modder uit de banden rijden. Je koopt jullie, als jij een serieuze koper bent van een Cayenne, koop je een Cayenne niet om te offroaden. Dat is gewoon niet zo. Zeker in Nederland overigens niet. Waar koop je hem wel voor? Nou, 130 rijden waar dat kan en mag. Of 80 of 90 of 100 of 120. En stel dat je een keer naar Duitsland gaat, ja, dit stamt wel door. Cayenne Turbo, ik vind het echt. Er komen zo ook nog wel wat klachten hoor. Maak je geen zorgen. Maar jezus, wat een briljante auto. Mooi
onderstel, luchtvering, heeft 3 kamers. Betekent mooie grote spreiding tussen zeg maar comfort en sport. En hij kan ook hoger natuurlijk voor het offroaden, wat je toch niet gaat doen, maar maakt niet uit. Hij kan lager op hoge snelheid, dat ga je wel doen, want hij kan mee rammen met dat ding. Stabilisatoren zijn elektrisch aangestuurd. Dat komt door het 48 volt boordnet. Dat is nieuw en daarmee kan je dus zeg maar dat soort dingen sneller en makkelijker doen. Hij heeft achterwielbesturing optioneel, dat betekent ook een kortere draadje. Ook al wat fijn is, het scheelt toch iets van 60 of 70 centimeter. Dan wordt het 11,5 meter. Een hoop ruimte nodig in een grote auto natuurlijk. Het is wel briljant mooi onderstel. En wat wel grappig is, je zou denken, ja, vierwielaandrijving, dan wil zo'n Porsche toch niet echt lekker even een stapje opzij doen met die kont. Ja, zeker wel. Hier op Creta hebben we niet echt van die lange doordraaiers of bochten waar ik nou eens even echt voor power oversteer kan demonstreren. Maar een klein beetje kwispen van het kontje is toch gelukt. En die launch control is echt bruut. Echt bizar. Klappen. Wij gaan er weer bijna een beetje van giechelen als twee kleine meisjes. Martijn en ik, cameraman. Echt gewoon van 1 naar 2. Bam! Ook die sprint natuurlijk, 3,9 seconden naar de 100. En voor degene die een beetje in de historische sprintcijfers van Porsche zitten, 911 GT2, 993, doet het inderdaad ook in 3,9 seconden. Dus om je een idee te geven hoe snel zo'n Cayenne is. Heel snel. Topsnelheid 286 km per uur. Dat betekent overigens dat die eerste, moet ik goed zeggen, 16 km per uur die je eraf gaat remmen als je op topsnelheid rijdt, doe je zonder de airbrake. Dit is de eerste auto die een verstelbare dakspoiler heeft. Hè? Onderdeel van Porsche Active Aerodynamics. En dat betekent dat die spoiler in een aantal verschillende standen kan staan, waaronder luchtrem op het moment dat je tussen de 170 en 270 rijdt. Dus niet zoals ik nu in een dorp in waar ik denk, waar vinden die mensen al die auto's die hier rondrijden? Ongelooflijk. Tomaten? Dat is gewoon de groenteboer, die rijdt hier gewoon rondjes. Ja, dit is wel een leuk authentiek Grieks dorpje. Toch? Is wel mooi. Ja, serieus, is wel mooi. Maar hier weer die casus, hè? Youngtimers. Nou, serieus, dit is niet eens een Youngtimer. Er staat gewoon een Datsun op. Een Datsun 1300. Dat is vast niet een type naam. Voor mij is het een 15. En je denkt misschien dat die mensen in het dorp mij boos aankijken omdat ik zo'n herrie maak. Maar dat is niet zo. Sterker nog, dit is de Cayenne Turbo. We reden gisteren een Cayenne S. En de Cayenne S dacht ik, ja, dat is wel geinig. Niet heel spectaculair, maar wel geinig. Dit is de Cayenne Turbo en daar verwacht je dan meer van. Dat is een V8. En ja, als jullie denken terug aan Cayenne GTS en zo, dan had je echt een maar bizar V8 geluid. En dit klinkt een beetje, ja, industrieel. Zeg maar, dit zijn bijproducten van de verbranding. Dat hebben we laatst niet helemaal kunnen wegfilteren. Volgens mij klinkt het van buiten wel iets beter. Dus we hebben even een speciale omgeving gezocht waarbij dat meer tot z'n recht komt. Dag meneer. Nee hoor. Dat is een professional. Eigenlijk als ik wat lager in de toeren ga, dan wordt het ook beter binnenin. Maar als je in Sport Plus rijdt, dan blijft hij lang zijn versnelling vasthouden. Dat klinkt echt nergens naar. Dus, Autoblog top tip, ga je voor de Cayenne Turbo altijd of meteen de sportuitlaat van Porsche mee bestellen of aftermarket gewoon, ik weet niet wie er allemaal spullen voor hebben, Akraap of Fitch, weet ik veel, iedereen heeft daar straks alweer dingen voor. Gewoon direct doen, want dit is hem gewoon echt niet. Ik vind dit echt rete saai. We hebben nu 2 van de 3 motoren die in eerste instantie leverbaar worden gereden en behandeld. En dan blijft er nog 1 over, de Cayenne, zonder enige toevoeging. Ook een V6 blok
enkele turbo 340 pk. Dus we hebben 340, 440 en 550 pk. Lekker overzichtelijk. Dat is goed gedaan met Porsche. Dat is feitelijk het blok uit de Audi S4, S5, S5 Sportback. Dat soort blokken. Prima. In de Cayenne zorgt dat voor een topsnelheid van 245 km per uur. Dat is natuurlijk wel een beetje lafjes. Nee, valt weer. Het is prima. 5,9 seconden naar de 100 sprint. Dat is natuurlijk wel gewoon echt muy rapido. Diesels, ja, daar is wel even een dingetje mee. Hè? Dus dat ze nog eventjes geen diesels hebben bij Porsche. Terwijl een groot deel van de verkopen van Cayennes was een diesel. Overigens schijnen ze nu zeg maar, heel hard hybrids aan het pushen natuurlijk. Je ziet het ook bij de Panamera. Was er ook heel veel dieselverkoop. Maar nu 1 op 4 is een hybrid. Wat ongetwijfeld ook wordt geholpen door het feit dat de Turbo SE Hybrid gewoon de aller dikste Panamera is. En die komt straks natuurlijk ook in de Cayenne. We kunnen het knopje niet heel goed laten zien, maar je ziet hier, ja, je hebt het interieur, wat best mooi is. Hier heb je een soort glazen plaat met haptische feedback overigens. Er zitten knoppen in en die worden een soort van onderen opgelicht, zeg maar, door een ledje. En dan zien we al een dingetje met e-power. Dat betekent, er komt natuurlijk gewoon hybrid versies van de Cayenne. Maar dat is niet echt een verrassing. Lijkt mij. Ja, dan verder qua interieur en andere dingen. Het is wel weer mooi gemaakt allemaal hoor. Groot navigatiesysteem en allerlei veiligheidsassistentsystemen die helpen dat ik nu niet crash op mijn tegenligger. Adaptieve cruise control, Porsche InnoDrive. Dus straks zou je ook op landstrassen zeg maar toch nog wel autonoom moeten kunnen rijden. Maar dat komt allemaal later. Navi werkt gewoon fijn met touchscreen, heeft alle moderne dingen aan boord, dus ook 4G connectiviteit, dus je kunt zeg maar data binnenhalen en met Google zoeken en dat soort dingen. Nou, allemaal fantastisch. Uiteindelijk koop je daar geen Cayenne voor. Kijk, ik kwam de achterkant even om, zagen jullie het? Ja, ik denk het niet, maar ik moest heel snel terug sturen. Verder, dit is gewoon een fijne plek om te zijn. En dan merk je dat zo'n merk als Porsche kan gewoon meer vragen voor zijn auto's. Bouwt er veel. En dat betekent dat ze het geld hebben om alles helemaal goed te krijgen. Op twee dingen na. Dat is die uitlaat. En de andere is hier de middenarmsteun. Die kan op twee verschillende standen. Ja, nu schuift hij natuurlijk weer niet. Maar we hadden gisteren dus dat hij continu heen en weer schoon. Dan klikt hij net niet lekker in zijn vergrendeling, omdat er even een kabeltje of zo tussen en dan schuift hij naar voren en dan weer naar achter en dan weer naar voren. En dat is dus net niet hufterproof genoeg. Yes! Ik wilde even stoppen om alleen om een foto te maken. We hebben hier gewoon een barnfijn. Ik keek eigenlijk even, want ik ja, het is weer zo'n Grieks project dat niet geld is op, maar ik kun ze niet afmaken. En toen zag ik gewoon Alfa Sud daar staan. Toen dacht ik barnfijn, maar als ik nu zo naar kijk, denk ik, er moet wel wat aan gebeuren. Ik ga er wel een foto van maken. Dat ga ik op Instagram zetten, jongens. Kun je hem terugkrijgen op mijn Instagram. Dat is leuk. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de prijzen. Ja, ik ook. Maar ja, je hebt gezien waar ik ben. Griekenland, in the middle of nowhere. Ik wilde het effort tussendoor plakken, maar denk ik doe het niet. Ik heb niet zo'n goede 4G-dekking, dus de exacte prijzen hebben jullie nog even van mij te goed. Maar in Nederland, Cayenne Turbo, 2 ton volgens mij. En de instapprijs van een Cayenne is 1 ton. Ja, weet je, uiteindelijk moet je altijd zoveel opties erbij nemen dat die prijzen ook weer niet zo heel erg relevant. Ik heb wel iets anders leuks voor jullie. Het beroemde Porsche Quartet. Dan denk je, Quartet is 4, Wouter. Dat klopt. Dit zijn pas 3 kaartjes. Zodra ik hem compleet heb, dan kunnen jullie dit winnen. Dat is echt voor de diehard Porsche fans. En daarom laat ik dat ook gewoon afhandelen door een diehard Porsche fan. Namelijk Casper. Dus mail dan even casper@autoblog.nl en dan maak je kans op het Porsche Quartet. Sta ik hier op een bergweg. Ik vind het wel een geschikte plek om launch control te doen. Jullie niet? Ja, ik ook wel. Zo. Hold. Joekelt hij lekker vandoor. Muy rápido. Zeggen we dan op zijn Grieks? Ah, nee, dat is Spaans, maar dat maakt niet uit. Dit is wel een briljante auto. Ik vind ook echt,
Je kan natuurlijk hebben over concurrentie. Zeg maar, ja, je kunt een BMW X5 natuurlijk ook kopen in deze klasse. Mercedes ML, Audi Q7, allemaal dat soort auto's. Is toch allemaal net wat minder dan een Cayenne? Is toch, dit is gewoon een Porsche. En voordat je zegt, jongens, geen echte Porsche, duiken ze in de verkoopcijfers. Porsche verkoopt veel meer SUV's dan sportauto's tegenwoordig. En ik snap wel waarom. Het is echt een fijn apparaat.